Yes guys, what's up? Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video waar ik het ga hebben over Facebook Ads voor jouw Shopify dropshipping business. Laten we er gelijk induiken en jou daar vandaag alles over gaan uitleggen. Nou, dingen die je moet weten voordat je uiteindelijk ads gaat draaien. Facebook is een biedingenplatform. Dus iedereen plaatst een bid en plaatst advertenties en degene met het meeste budget wordt natuurlijk ook het vaakst gezien. En een goed product en creative is 100 keer meer belangrijk dan de strategie die je gebruikt op Facebook. Ik zie heel veel mensen zoeken naar de perfecte Facebook ad-strategie, maar uiteindelijk gaat het om goed product research en een goede video-advertentie of foto eventueel. Nou, wat ik je alvast ga vertellen is: je gaat uiteindelijk geld verliezen wanneer je Facebook ads aan het leren bent. Dus zet een budget aan de kant voor het testen van de producten die je gaat testen. Stel je kolommen goed in en begrijp het platform voordat je er uiteindelijk mee begint. Dit is cruciaal, zodat je goed je advertenties kan analyseren en weet wat je aan het doen bent. Fase 1: optimalisatie van de producten. Focus alleen op bewezen producten die momenteel vandaag de dag al goed verkopen op Facebook en Instagram. En de afgelopen tijd ook al goed verkopen. Dus focus op producten die gelanceerd zijn in de afgelopen 2, 3 maanden. En die eigenlijk meerdere creatives hebben, langere looptijd. En vind deze producten en kijk of er ruimte is voor verbetering. Is er potentie om het product eventueel te verbeteren? Maar kijk ook naar je concurrent. Heeft hij bijvoorbeeld een slechte website, slechte video-advertentie? Of in ieder geval, zijn er dingen in de funnel waarop jij kan verbeteren? En dat zijn vaak de plekken waar jij kan winnen. Fase 1: optimalisatie voor creatives. Een goede creative gaat je business uiteindelijk maken of breken met Facebook ads. Dus creative is extreem belangrijk. En de volledige focus moet zijn om de hoek te hebben, dus de aandacht te trekken van de mensen en te zorgen dat ze uiteindelijk gaan klikken. Nou, de eerste 3 tot 5 seconden van je video zijn het meest belangrijk in deze. En dit is de typische flow van een winnende creative die ik hierbij ga uitleggen. Je laat het probleem zien en je lost het probleem op. Laat de productvoordelen zien. Laat social proof zien, zoals testimonials. En je eindigt met een call to action, zoals Shop Now of Black Friday deal, Cyber Monday deal of 50% korting of 1 plus 1 gratis, wat je deal hierin ook mag zijn. Hoe maak je uiteindelijk deze video-advertenties, vraag je je misschien af. Bestudeer uiteindelijk succesvolle ads en leer hoe je ze zelf kan maken. Er zijn een aantal platformen waarop je dit kan doen. Kan op Adobe Premiere, Final Cut Pro, in CapCut. En ja, dat is dezelfde manier om het zelf te doen. En wil je deze skill niet leren of wil je dit gelijk uitbesteden, betaal iemand anders om dit voor je te doen. Kan Bands of Ads zijn die ik de afgelopen 4 jaar heb gebruikt. Fiverr of Firevolt. Dat zijn eigenlijk de 3 plekken waar ik mijn advertenties voornamelijk vandaan haal. Fase 2: optimalisatie voor de website. Volg mijn webdesign en bouw een geloofwaardige branded store. Op mijn YouTube kanaal heb ik meerdere video's staan over hoe jij een converterende Shopify store kan maken. En wat daarbij belangrijk is, het te hebben van een geloofwaardige website. Dit gaat je succes significant verbeteren als iemand jouw website kan vertrouwen. En dit is ook het meest belangrijke gedeelte voor de advertentie, is de landingspagina. Dus je hebt een product gevonden en een landingspagina waar iemand op komt nadat die geklikt heeft op jouw advertentie. Zorg ervoor dat dit heel clean staat. En mocht je nog hulp nodig hebben bij deze, kijk dan een van mijn andere video's waarin ik je dit uitleg. Wat is mijn Facebook Ads strategie? Die is voor optimalisatie. Het fine-tunen van de landingspagina's, product en creative zorgen uiteindelijk voor de grootste kans voor jouw succes. Het laten zien van je product aan de doelgroep dat waarschijnlijk gaat kopen. Zorg ervoor dat je je landingspagina's fine-tunt, je product zo goed mogelijk researcht en je creative. Nou, laten zien van je product aan een doelgroep. Dat is zo belangrijk om de juiste doelgroep op Facebook in te stellen. Ik heb op dit kanaal meerdere video's opgenomen over hoe jij de ideale doelgroep kan vinden voor jouw product. Kijk deze zeker en ik weet zeker dat je daar veel aan gaat hebben. En we gaan opschalen met je Facebook advertenties door middel van een bewezen systeem. Nou, we hebben uiteindelijk de 5-fase methode. Fase 1 is het product testen en dat doen we door middel van algoritmische targeting. Dit gaat uit van 10 adsets op 5 euro per adset. Komt inderdaad uit op 50 euro per dag. En de doelgroepgrootte waarin ik naar kijk is minimaal 800.000 en tot 5 miljoen met een maximaal van 7 miljoen. 1 creative vanaf 25 sales voor dit product. Beginnen we met retargeting. En die retargeting zetten we op 15 euro per dag met 10 adsets. En die zetten we 1,50 per adset. Gaat om 10 adsets, 10 keer 1,50, 15 euro. Met 1 creative en een nieuwe ad copy die gefocust is op je retargeting.
Nou, optimaliseer je site hierna voor betere cijfers. Dus werk aan je conversion rate, aan je site speed, aan je marges, aan je upsells, aan de prijzen en de foto's. En aan je omschrijving van je product. Fase 2, vanaf 75 tot 100 sales. Het lijkt erop dat je een winnaar hebt te pakken. Hiernaast raad ik ook aan een creative testing campagne te runnen met 30 euro per dag met 3 ad sets, no interest. Andere creative in elke ad set, dus in eentje test je thumbnail en de andere video en een andere ad copy. Je AB test steeds één ding per keer voordat je je ideale creative hebt gevonden. En je blijft eigenlijk altijd creative testen om te kijken voor betere KPI's voor jouw product. Oké, okay. Nou, dat is dus Micro Elite Scaling. Hoe zet je die in vanaf 75 tot 100 sales? Daarin bouw je relevante custom audiences van de afgelopen 180 dagen. Op basis van purchase, initiate checkout, add to cart, view content, website video's, etc. etc. Alles wat mogelijk is. En daarop bouw je dus lookalikes. Van 1%, van 2%, van 3%, van 4%, van 5%. Van 5 tot 6, 6 tot 7, 7 tot 8, 8 tot 9 en 9 tot 10. Welke settings gebruik je hierbij? €1,50 per adset. En je kan jezelf de post ID gebruiken van de best presterende creative die je momenteel hebt. Zet hem op 7 dagen klik, 1 campagne. En hier start je ook een nieuwe campagne om 5 creative te testen zoals je al eerder hebt gedaan. Dat zijn de regels. Deze run je voor 5 tot 8 dagen. Kill adsets onder break-even en blijf langzaam koken van jouw Micro Elite Scaling campagne. Belangrijk, wanneer je ROAS zakt, maak nieuwe custom audiences vanaf nul en herstart het proces voor te zorgen dat je weer meer sales gaat draaien. Elite Scaling, wat wil je hierbij gaan doen? Het bouwen van relevante custom audiences in de afgelopen 180 dagen op basis van purchase, initiate checkout, add to cart, view content en website visitors. Hierin bouw je dus lookalikes van 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 5 tot 6, 6 tot 7, 7 tot 8, 8 tot 9 en 9 tot 10. Settings gebruik je hierbij zijn op €5, nog steeds dezelfde post ID van je best presterende creative. 7-day click 1 campagne, hiernaast ook nieuwe campagne om 5 creatives te testen. Volg 3 dagen regel met €5 en blijf langzaam koken van deze campagne. Let op audiences die je killed, adsets. Dat is adviseerbaar dat je deze opnieuw gaat lanceren met dezelfde setup in een nieuwe campagne. Om ze nog één laatste kans te geven om winstgevend te worden. Zet je ook weer op €5 per adset en hier volg je ook weer de 3 dagen regel. Als het publiek wel winstgevend is, dupliceer je door met de 5x5 regel. CBO. Identificeer jouw 5 tot 8 meest winstgevende audiences. Van retargeting tot algoritmische targeting tot micro-elite scaling tot elite scaling. En deze stop je dus in een nieuwe campagne op CBO op €150 budget op one day click. Hierin kill je adsets onder break-even na 3 tot 5 dagen. Verhoog je budget met 20% bij winstgevendheid. En wanneer je ROAS dip, voeg je 3 best presterende audiences toe van micro-elite scaling en elite scaling. Herhaal 5 wanneer nodig is. Dus wanneer je ROAS dipt, kan je weer toevoegen van 3 best presterende creatives. Verlaag het budget met 20% bij het eind van de dag als ROAS jou heel erg hard gaat dippen. Opmerking, wanneer de CBO dus goed presteert, dupliceer dit proces met het nieuwe CBO met nieuwe audiences met 5 tot 8 en dezelfde instellingen die ik je net heb gegeven. Manual bidding en de laatste stap, stop audiences in individuele campagne van ROAS 2 tot 2.9, ROAS 3 tot 3.9, ROAS 4 tot 4.9, etc. etc. Deze zetten we op budget 1000, doelgroepgrootte is hier 5 tot 20 miljoen. Bid 1.5, jouw vorige automatische bidding adset, kost per purchase om te beginnen. Bid lowest cost, zet bidcap op manual bid. Dit kan je dus doen en daarin kan je dus je spend monitoren en pas je bid aan als dat nodig is. Verlaag bid 1 tot 3 als het eventueel noodzakelijker is. En verdubbel dit budget uiteindelijk ook bij winst. Nou, dat was hem alweer. Bedankt voor het kijken voor deze Facebook Ads blueprint die ik je vandaag heb gegeven. En ik check je weer in de volgende video. Like, abonneer, comment en we spreken elkaar. Ciao, ciao.